Tja, moeilijk. Een uiting van voorwerpen. Iets van natuur en creativiteit. Ja, als het apart is. Maar ook dingen die gemaakt zijn door mensen waar ze heel erg hun best voor hebben gedaan. Bijvoorbeeld de bomen. Sommige bomen zien er heel raar uit en ik vind dat ook wel kunst. Kunst kan alles zijn. Ja. Yeah. Somebody's got a long way to go. You're not sitting by the phone no more. You're gonna throw it away, crash it on a rock. Yeah, so you can live your life. We gaan een dier maken. Het is een beetje een fantasiedier, het is gewoon iets met poten en een kop, maar en nog iets wat stevigheid houdt, maar het ziet er niet echt uit als een dier, maar gewoon een fantasiedier. Want we hebben zo zeg maar die palen zo en dan komt zeg maar met touw komt dan het dier daaraan vast te maken. Het hout van de beelden hebben de BNBG maar zelfs bij mekaar zocht in het bos van Oranjevoort. Thierry mooi kunstenaar Gerrit Terpstra werkt hier zo ont na een week aan haar een kunstwerk. Gerrit, had deze band wat doel over het maatje van een kunstwerk? Nou, het begint nog geleidelijk om wat te komen. Maar dat is wel een procesje. We hebben het net heel erg sturend aanpakt. Dus we hebben net zijn van nou, je moet dit of dat gaan maatje, of dat thema. Maar we hebben bieren om vanuit het materiaal, het bos, het materiaal van landschapsbeheer, te zien van nou ja, kunnen de band zelf dat ideeën komen. Ik vind het wel heel nieuwsgierig om te zien van nou, hoe die processen gaan. Maar dat komt ook omdat ik in mijn werk ik een soort met processen en met ontwikkelingen van dingen bezig ben. En dat zit bij mij en ik. Er hoeft maar iemand in te zitten die een beetje creatieve ideeën heeft. En dan gaan oren voor mij. Maar daar ben ik gewoon bij, die bloeien heel in de traditie. He, van een vlot bouwen, een hut bouwen, een totempeel. En op zich niks mis, maar dat is wel ja, proberen om ze daar een beetje verder mee te krijgen. Het mooi staat, het ziet er meer staat, er gaat het niet meer. Het is toch mooie ribben. Kijk hoe mooi. De bedoeling is dat we een soort van hertmeidje. En dat het ziet op jouw poorten, nou, dat zal het niet dan zijn, maar dat de meidje is aan meteen nogal een soort. Ja, takjes jongen, dat een heel ja, beetje gek, maar dat het toch, ik wil weer op liket op merkt. Vind je dat echt een kunstwerk wat je maakt? Ja, best wel. Kan ik uitlezen waarom? Nou, als het ook gewoon even, ik neem maar wat, in mijn schilderijtje of ik bedoel, even een tekening maken is, vind ik het net echt kunst. Maar hier dan maken is het echt wat mijn genoom en begint ik echt ergens op te liken. Kijk, we hadden daar toch ook een jute zak spullen of zo. Maar voor u is het heel belangrijk en heel wichtig wat er nou je Bart hier op dit veld hier voor u is. Maar zoals Sjors, deze band die binnen al die weken dat ze nou bezig doen, het waren we, dus die vier dit. Dus Sjors, dat ze in een proces met weerstand, meisjes en meisjes, ze krijgen van ons net ontdutsen vrood al, maar ze moeten zelf importeren met elkaar. Met het proces aangaan van. Hoe makkelijk staat, hoe geeft de constructie aan, hoe geeft het geerwerkje? Ja. Scholen die zijn momenteel ongelooflijk, worden die afgerekend op de cognitieve vakken. Het lezen, schrijven, taal, rekenen gebeuren is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar juist dingen als natuur en kunst en cultuur die zijn belangrijk voor kinderen. Maar ja, je kan heel goed kunnen rekenen, maar als je niet creatief bent, kan je ook niks met het rekenen doen. Nee. Ja, ik denk steeds vaak de verstopte zintuigen met het losmaatje. Het zien mij, de shockwiezen van Gerrit, die krijgen mij, van u allen. En de shock dat die band en de leerkracht, die tilt naar een oorvlak daar. Dat gebeurt er in bepaalde chemie ontsteert en je hoort dat het op zijn plek valt. En dat is mooi. Lekker bezig! Vind je dat ook belangrijk dat je keus deel zetten moet? Ja, wel, want ja, ik vond het hier altijd wel een beetje, ja, net echt saai of zo, maar
als er hier toch even wat extra dingetjes Delft is, dan vind ik het al wel wat leuker. Dan wordt het wat minder keel. Ja, want ik was bijvoorbeeld mensen die de hek wel schaken, die mensen hier litten hier de hoen uit. Alleen die vinden je er soms, nou net altijd, maar die vinden je soms gewoon saai om trouwens erin. Zeg dus ik, nou, zit je maar een keer wat Delft aan. Nou, we hebben het vorige ook erin. Mensen die sjuggen, mensen die jaren, de alle bijen die hier op de squallen zitten, die wennen in de buurt. Dus ouders, pakers en beppers, iedereen heeft het mooi om de naar. En dan komen we de verhaal van hoe het maken is en waar het waai komt en wat ze doen moesten en wat het uitdrukken moet. En, nou ja, ik denk dat dat een hele wichtige rol is van, nou ja, dat er in één keer stiekt.